van Irma, die ook alles aan het filmen is hier. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben ondertussen mijn gezicht aan het schoonmaken, want dan gauw zo worden ze opgehaald. En dit zie ik graag zo. Mijn vriendje die mijn boterham aan het smeren is. Oh, er zit een gat in. Oepsie. Misschien zie ik het er niet graag zo, maar het is wel lief dat hij het doet. In ieder geval, we zijn al even wakker. Ik moest even een sprintje trekken, want ik moest mijn vlog nog editen. En ze zouden eigenlijk rond de namiddag komen en het is nu 12 uur en nou zijn ze er over een half uurtje al. Dus daar had ik niet zo op gerekend en dat maakt niet uit, want mijn vlog zit nu gewoon in de render. Dus die kan ik gewoon op tijd uploaden morgen. En dat is belangrijk. Ondertussen ga ik mezelf even opmaken over wat eten en ik denk dat... De ouders van Milan hier dan al elk moment zijn samen met Chen, dus dat is gezellig. En dan gaan we naar Assen toe. Het is echt prachtig weer. En de voetbalwedstrijd is afgelast van Chen. Ik snap echt niet waarom, want het is echt heel erg mooi weer. Morgen gaat het sneeuwen als het goed is. Oh, schat! Nee, morgen gaat het sneeuwen. Oh nee. Ja, maar morgen moeten wij met de trein terug. Oh nee. Dankjewel. Een boterhammetje. Ik ga nu lekker eten en ik zie jullie zo meteen weer. Hallo. Oh, hi. We zijn onderweg naar Assen nu. Hoi Jen. Hoi. Hoi. Wat ben je aan het doen? Mop aan het vertellen. Waarover? Seks. Wow, Milan. Oh, oh Milan. Nee. Oh, Milan. Milan wou seks moppen. Nee. We vertellen allemaal eigenlijk moppen. Eigenlijk zei jij het. Eigenlijk zei ik het, ja. We vertellen allemaal moppen over Jantje en Belgen en nelpaarden. Nelpaarden onder water. Dus zo worden we vermaakt wel van heel veel naar Assen toe rijden. En onze privé-cabaretier hier zo. Nou ja, normaal gesproken ben ik al lang in slaap gevallen, maar nu niet. Dus dat is een goed teken. Oké, paardies! Knollies. Ondertussen word mijn achterhoofd gemasseerd door mijn vriendje. Doet hij gewoon. Fijne. Oké, Shane, jij hebt hem op. Waarom hebben Japanners gemiddeld een hoog IQ? Heb je wel eens een blonde Japanner gezien? Heb je het al vernomen van de Belgen die verdronken zijn? Ze gooiden een sigaret in het water en probeerden het daarna uit te stampen. Die vond Milan heel grappig, ja. Hè? En we zijn inmiddels geloof ik al bijna in Assen. We zijn toch? In Assen. Oh, we zijn al in Assen. Het politiebureau. Zo snel kan het gaan. Dan kunnen we hier weer afzetten, Milan. Ja, Milan, we dumpen hier weer op het politiebureau. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Hallo, weet je nog wat we hadden, Shen? Eigenlijk een halve appel. Ja. En die. Die wouden jullie kan graag. Ja. Ja, tuurlijk. En ook nog geen stukje snijden? Of, Oh, doe maar, graag. Graag. Goed hoor, schat. Doe je gewoon, hè? Weet je nou nog wat we hebben besteld, Shen? Een halve appeltaart en dat. Ja, en wat is dat? Ja, dat denk is een je? Hele goede vraag. Dat is een Oh, die staat er wel op. Spaanse kers. Spaanse kers. Kort. Met schuim. Ja. Dat is lekker, hè? Welke ga jij straks eten, Shen? Ik denk appeltaart. En jij? Ik denk spaghetti. Spaanse spaghetti. Lekker hoor. Ik kan noten lezen. En nou mogen jullie raden welk liedje hij gaat fluiten. Dat is het enige stukje wat ik super goed hoor. Ik vind het echt heel knap. Ik doe het je Nina. Nee, het is nog niet alles, hè. Hij moet alles kunnen. Ha. Hoor hem, jij kan er niet eens vader Jacob erop fluiten. Ik kan er wel niet. Je moet maar even kippen graven. Oké. High five. High five, Shen. Super. En er is lekker gekookt en we gaan eten. Even kijken. Ik heb alleen geen licht. Geen idee waar je lichtknop zit. Oh, daar.
Tada! Boerenkool met worst. Ik heb er zin in. Lekker eten. Nu, eerst nog iedereen aan tafel roepen. Aan tafel! Wij zijn de beste spelen. Het is een soort gelijk iets als jongens tegen de meisjes. Alleen ziet het er iets anders uit. En we hebben oliebollen van Irma die ook alles aan het filmen is hier. Jen, heb je er zin in? Ja. Top, box. Ja, je moet ook nog deze shit die wil ik opmaken. Deze shit moet ik ook nog opmaken. Wordt hier wel volgepropt. Maar van jezelf. In ieder geval, wat ik dus aan het vertellen was. Ja, wat was aan het vertellen dan?